afgelopen zaterdag, 29 augustus, even voor één. De podcast. Een filmploeg staat op het punt van starten met een interview met een Delftse auteur. Rijdt dit geval de set op? Iets met 25 jaar of zo. Een kleine, leuke onderbreking. De polka. En is dat goed gegaan? Ja, maar we zitten hier niet. Echt? Maar we worden weer met een kutsmoesje meegelokt met dat kutding. Waar we deden op zijn hoofd zitten, ziet niemand me. Jij wou toch nog langer door met haar? Dat is hoofd. Maar Jack is ook een neef. Ja. Jack is ook. Ja. Bij elkaar. Nou jongens, veel plezier. Ja, oké. Okay. Maar hoi. Dat was Lens. Lans. Gewoon L-A-N-S. Zit jij ook niet op te letten? Ga je? Stop, stop. Doei, doei. Hoi, hoi. Nou jongens, van harte, maak er wat van. Hey, dat kan je toch niet maken? Ontbijt? Hè? Ontbijt? Ja, ontbijt is goed, maar dan moet je dit ding toch even uit? Nee, dat nog als je uitgaat, dan zie je ze op de zaak en dan moet je de pauze nemen. Een kwartier of drie kwartier. Kijk uit. Ro. Ro, jij bent Ro. Ik ben Ro. Jij bent Ro zelf. Ik ben Ro zelf, ja. Ja, kijk. Ik frequenteer natuurlijk zelf al jaren geen coiffeur meer. De Gillette doet het zelf, doet het voor mij prima. Maar een barbier met een Wild West uitstraling, ja, toch wel erg leuk hoor. Ik had nog wel wat te shaven. Bij Jet in zijn winkel mocht ik een binnenkant van een kastdeur hebben. Daar heb ik streepjes op gemaakt en daar zijn we mugshots op gemaakt, die oude politiefoto's. En door foto's van mijn klanten te maken en die een klein beetje te bewerken, hangen er daar nog twee. Maar er hangt ook Frank Sinatra. Ja. Ro, kan jij mij vertellen wat jij mij van de week vertelde daar? Al ik in 3 maanden tijd had ik best een leuk buffertje neergezet. Een goede klantenkring. Anderhalve maand van tevoren nog helemaal volgeboekt. In eerste instantie deelde ik het hele pand, deelde ik samen met een vriend van. Die deed een cateringbedrijf vanuit de achterkant. Maar hoe heet die koep dan? Dat is een slipback. Slipback? Ja, omdat hij naar achter gaat. Kijk hem al. Thanks. Daar zijn we nu een beetje bewust van bezig om alles een beetje mijn eigen stijltje, mijn eigen dingetje van te maken. Wat is je eigen stijl? Eigen stijl? Jeetje, dat is overal. Ik heb wel her en der wat vandaan gepikt. Zowel aan auto's, fietsen, motors, haardrachten, stijlen. Van leren jackies tot de compleet dandy aangekleed als meneertje met een hoge hoed op. Het is letterlijk een stijltje waar je zelf inderdaad een leuke aanzien van krijgt. Maar ik loop er al over het algemeen in mijn vrije tijd bij als een stuk schor iemand. Een stuk schoren? Ja, nou ja, weet je. Hè. Het zijn de concurrenten. Hè. Ja, we zijn eitje. Vrienden, concurrenten. Ja. Zelf met die fietsen een beetje kennen rotzooien. Dan komt een lasapparaat komt er te staan. Dan komt een, Maar cruisers, zijn dat fietsen? Of zijn dat echt bikes? Ik heb het apparaat heb ik voor de deur staan. Dat is mijn fietsje. Maar die hebben net wel wat meer een eigen stijl neergezet dan wat ik hier wil. Daar mogen ook geen vrouwen in komen, maar mij gelukkig van wel. Dus ja, het is gewoon echt een klein beetje een lifestyle zo. We zitten al vast met de cruiservereniging, de Delftse cruisers. Beetje wat rare fietsen en rare lui bij elkaar. Nog wordt het voor hun wordt het dan echt gebruikt als clubhuis. Ja. Met dat stijltje en dat levensmaniertje erbij maken we gewoon echt wel een eigen groep aan mensen. Een eigen cultuurtje aan mensen die hier gewoon echt heel graag hangen en aanwezig zijn. Ja, wat mij kost het niks.
vanaf 1 mei heb ik de hele tent overgenomen, of in ieder geval helemaal gehuurd. En daar kwamen een hoop met rekeningen extra aan vast, die ik eigenlijk een beetje over het hoofd had gezien. Dus ga je heel langzaam, maar zeker ga je gewoon naar zijn grootje. Als je bij een bank aan komt zetten met jaarcijfers van 1,5 jaar, dan hebben ze zoiets van, ja, jammer, dat is leuk, maar dan gaan ze je als uitstel lachen. Jongen. Wat centen los te krijgen. We zijn t-shirtjes aan het maken, eigenlijk om mijn kleine winkeltje een beetje te redden. Ik heb tijd. Ik heb altijd een beetje ruzie met tijd. Dat is de grootste reden waarom er inderdaad een klok op mijn hoofd staat. Ding op 13 uur. 13 uur? Ja, ik kom altijd een uurtje te kort. Ik heb altijd een uurtje te weinig. En ik kom altijd een uurtje te laat. Dus ja, dat is wel een beetje een beeld van mij. Hey Maro, komt er goed dit? Ah, ja, absoluut. Zeker weten. Hey? Ja, zeker weten. Je hebt toch een leuke hangout voor elkaar nou? Nou ja, dat clubhuis, dat is absoluut, dat komt helemaal goed. Nee. Naarmate er nu de plannen vorderen en alles een beetje wat meer een vorm gaat krijgen, letterlijk en figuurlijk. Ja, dat komt helemaal goed. Absoluut. Hey, wie is die vent eigenlijk die daarachter staat? Dat is Igor. Die hebben we gekregen van een klant. Die kwam op een gegeven moment hier aanzetten met heel... aangezien we hier een klein beetje een soort hangout hebben. En daar zitten wel eens wat frustraties tussen. Met het man, of ze gaan een rondje rijden op de cruiser. Of inderdaad, we gaan ons een beetje afreageren op Igor. Ik had op een gegeven moment dat ik hem gebeld. En zei, joh, heb jij nog een bokzak aan? Oh, ja, maar wat... Igor die kan wel wat hebben. Igor kan heel wat hebben, ja. Hij kijkt ook wel boos, hè? Maar heb je hem al een pak op zijn flikker gegeven, of niet? Ja, natuurlijk. De uppercut is wel heel erg leuk. Dan zit hij in een... Hij blijft met zijn hoofdje een beetje doorbengelen. Lekker Becky. Gisteren was Marzo hier, die heeft zijn klauw erop rood geslagen. Helemaal achterin. Daar hebben we plek om nog van allerlei andere dingen te doen. Weet je, de leden van de Cruiser Club die hadden zoiets van, nou, we gaan er een pokerkamer van maken. De meeste gasten die zijn hier helemaal gek van Sons of Anarchy. En die hadden zoiets van, nou, we gaan er een grote tafel neerzetten. Maar... Die foto die ik gekregen toen ik 10 was van mijn pa. Die foto heeft ervoor gezorgd dat ik dus inderdaad mugshots ben gaan maken van al mijn klanten. Hey maatje. Hele snoepie, hè? Maar ben je een beetje een boefje, Ronald? Vroeger wel, nu niet meer. En iedereen wil wel een beetje een boefje zijn. Weet je... Vindt de vrouw ook leuk, toch? Ja, een beetje wel. Stop. Just like me to overstay my welcome.